is een actie onder de naam Operatie Addison. Mijn naam is Jeff K. Elbers. Ik onderneem deze actie omdat ik 3 keer Lidl verwittigd heb dat ze geen Franse reclame mochten zetten. Ik heb hen 2 keer aangeschreven. Ik heb gezegd, abonnant en deur salut. Dat was in Frans. Ze begrijpen het niet, dus doe ik dit. Ja, nee. U raakt mij niet aan, hè. U raakt mij niet aan. Nee. Dit is geen vandalisme. Dit is verdediging van het Vlaams karakter van Knokke Heijs. Dit is een actie van Heijs Knokke om het Vlaams karakter te bewaren. De tijd van Monsieur Lippens is voorbij. Niemand raakt mij aan. De politie komt. Niemand raakt mij straffeloos aan. Maar de politie zal komen. Ze moeten er maar mee ene zijn. Ik ben niet gevaarlijk. Ik ben niet gewapend. Ik ben in het bezit van al mijn geestelijke vermogens. U krijgt van mij gratis een volle bus verf. Waar dat u nog gebruik van kunt maken. Maar ik ben het beu. Ik heb de verfransing van Brussel gezien. Ik heb de verfransing van de Rand gezien. Ik heb de verfransing van Halle, van Zaventem gezien. Daarom ben ik naar Heijs Knokke komen wonen. Wel, ik wil niet dat het hier ook maar begint. Want het begint met 1 vinger te geven. En het eindigt. Ze pakken uw arm. Ze pakken uw hele lijf. Ze vragen faciliteiten. En ze krijgen faciliteiten. En daarna worden ze verkozen. En dan worden die gemeentes Franstalig.